2 ton. Nou, mag ik ook weer niet in. Oh, dat past gewoon niet. Drivers Dream kijkers, vandaag voel ik mij dan voor het eerst klein. Want ja, dit is een bakbeest. De vetste AMG die er is. En vetten bedoelen we in dit geval massa, kilo's. Want de GLS AMG weegt maar liefst 2,5 ton. Hij is ruim 5,30 meter lang, meer dan 2 meter breed. En ja, een schofthoogte van bijna 1,90 meter. Dus ja, ik verdwijn gewoon bijna naast deze auto. En ja, een ideale auto, kortom, is eventjes mee te nemen in de krappe binnenstad van Utrecht. Ja jongen, we zijn bijna net zo breed. Oh, hij gaat wel aan de kant. Hij is echt breed. Ja, dik 2 meter. Hè? 2 meter 10. Past echt niet in het straatbeeld hier. Nou, en dat zonder vrachtwagenrijbewijs. Kijk dan, ik ben weer bij de volgende vrachtwagen. Oh, met die spiegel. Ja, het past gewoon niet. Ja, hij gaat al de stoep op. Ja, ik niet met mijn velgen. Bekijk het maar. Ja. Oh, het piept. Hier weer een busje. Die moet ook alweer stoppen. Ah, jongens, dit ding is echt niet te doen, dit. 2 ton. Nou, mag ik ook weer niet in. Kijk eens, als die Range Rover hier kan komen, dan wij toch ook. Maar alhoewel, dit is gewoon een afgeslankte fitboy in vergelijking met deze. Want 2000 kilo, ja, 2,5 ton hè. 2,5 ton. Dus met ons erbij vandaag 2600. Je moet dus continu op je quivive zijn, want in zo'n stad hier er komen natuurlijk fietsers, voetgangers overal vandaan. En ondanks dat je natuurlijk heel rustig rijdt, ja, is het een paaltje, iets wat uitsteekt. En het gaat allemaal wel heel makkelijk, want de besturing is super licht aan die auto. Maar hij is zo bizar groot. Het is, ja, het voert een beetje terug naar 2003, 2004, alsof je met een Hummer op pad bent. Zo voelt het weer een beetje. Alleen dan... Het rijdt allemaal wel wat soepel. Ik denk dat je gewoon een apart rijexamen moet krijgen voor de GLS rijden in de stad. Nou, de terrassen zijn weer open. Hollands lenteweer nog. Maar we kunnen 6 dames oppikken. Dus het is een 7-zitter. Jij moet lopen, Gurp. Nou, het wordt tijd om de stad uit te gaan en eens eventjes meer naar buiten te gaan. Wat gaan we doen? Dus kijk, ze laten hier gewoon voor. Hij dwingt altijd respect af. Ook al heb ik geen voorrang, ik krijg het gewoon. Op naar de ring van Utrecht en verder om eens eventjes alle 612 pk mee te maken. Nou, ooit gedacht dat de nieuwe Defender een kleine auto was. Wel als je in de Mercedes, oh, kut, hoe heet die ding? Als je in de Mercedes GLS rijdt. Waarom bestaan er olifanten of een Big Mac of een Kipcorn XXL? Ja, dan is het antwoord vaak gewoon omdat het kan. Nou, in zoiets bevinden wij ons vandaag ook, want waarom bestaat deze SUV? Nou ja, gewoon omdat het kan. Omdat er gewoon soms 7 personen tegelijk vervoerd moeten worden. Maar die willen wel 0 tot 100 in 4,2 seconden. En ja, dat kan dan allemaal in deze GLS 63 AMG 4MATIC. Ja, Mercedes en die namen van SUV's, dat is altijd een beetje een rommeltje geweest. Goed, je hebt natuurlijk de G, de Good Old G. Ja, die bestaat nog steeds en die heet dan ook nog steeds gewoon G-klasse. Maar je had vroeger de ML, dat is zeg maar ja, de mid-size SUV moet je dan weer zeggen. Die heet nu gewoon heel duidelijk GLE. Ze hebben het nu gewoon echt duidelijk. De kleinste, dat is de GLC, net als de C-klasse.
De midsize is de GLE. En ja, de S-klasse onder de SUV's, dat is deze auto. Dat is de GLS. En deze auto heette dan in een vorig leven weer GL. Maar ze hebben daar inderdaad nu gewoon de S aan toegevoegd. Ter verduidelijking dat dit dus gewoon de S-klasse is. En ja, dat zie je meteen. Ja, kijk maar eventjes. Draai die camera maar naar achter. Want dit is zo'n lel van een auto. En ja, dat is... Hij dwingt op alle mogelijke manieren respect af. Mensen gaan ook aan de kant. Je ziet ze ook allemaal kijken. Hij is groot. Hij is breed. Hij is dik. Ja, dit is gewoon een ontzettende vetzak. Die, ja, dat klopt, overbodig is. Hij kan gemist worden. Maar ja, ik zei het al net. Wat nou, natuurlijk kunnen ook 7 personen in een Vito-bus. Maar een Vito-bus gaat niet vooruit. En ja, vinden de meeste mensen gewoon niet mooi om te zien. Hier, daar rijdt zo'n ding. Kijk nou, ziet het er niet uit. Als je een beetje in stijl vervoerd wil worden, ja, dan ga je voor de GLS. En over overbodig gesproken, ja, je kunt natuurlijk op dat enorme brede scherm, wat we natuurlijk uit heel veel Mercedes al inmiddels kennen, ook hier zit dat trackpace op. Dus je kunt hier gewoon naar een circuit gaan, aanklikken, hier Suzuka van mijn part. Ja, en dan kun je nu even je rondetijden gaan meten met je GLS op het circuit. Ik bedoel, waar slaat het op? Je ziet nog eerder ijsberen in Dubai dan dat je toch met een GLS het circuit opgaat. Alhoewel, als ze skihallen in Dubai kunnen bouwen, dan zullen ze vast ook wel ijsberen hebben. We hebben deze auto natuurlijk opgehaald bij Thijs Timmermans in Waardenburg. En die vertelde mij, ja, dat dit soort auto's inmiddels best wel zeldzaam zijn. Ja, is natuurlijk ook logisch, omdat die natuurlijk een behoorlijke bom duiten kost. Maar ook zeldzaam in de zin van levertijd. Wil jij bijvoorbeeld nu een nieuwe GLS bestellen, dan moet je minimaal een jaar wachten. En ja, die wachttijd heeft dan weer te maken met dat dit soort auto's maar mondjesmaat worden geproduceerd. En dat heeft natuurlijk alles met CO2-uitstoot en de EU-regelingen te maken. Want ja, voor elke CO2-uitstotend monster wat Mercedes bouwt, moeten ze weer een x-aantal van hybride en elektrische auto's verkopen. Kijk, daar heb je het compensatiemiddel van deze GLS. EQA. Is dat een elektrische AB-klasse? Nou ja, dat moet Mercedes dus verkopen. Heel veel het liefst. En dan mogen ze weer dit bouwen. Zo'n GLS. En het is natuurlijk heel Hollands om de hele dag te zeuren van hij is te groot, hij is overbodig. Nee, die auto is niet overbodig. Hij heeft bestaansrecht. Alleen in Nederland misschien niet zoveel. Maar vergis je niet, hè. Ga maar naar postcodegebieden als Dubai, Moskou, Londen. Ook in de zomer in Marbella, Zuid-Frankrijk. Je ziet heel veel GLS'en rondrijden. Gewoon omdat het kan. En voordat ze weer beginnen, hè, die brandstofnaties. Gooit die nou 1,95 in? Ja, dat kan ook gewoon. Gaat die motor echt niet kapot van? Is prima. Maar om jullie gerust te stellen, 98. Hier. Het ding is zo groot dat... Ja, dat halen we net. Zou die wat lusten, denk je? Hebben wij een nieuwe kandidaat voor de Frits Wester bokaal, Gurb? Ik denk dat wij wel een meedingen naar het podium vandaag. In onze GLS 63. 1 op 4? 1 op 5? Zeker wel. Genoeg voor vandaag. Ja, het is toch echt zo indrukwekkend wat Mercedes heeft gedaan, hè? 2,5 ton schoon aan de haak, maar oh, wat ding gaat er echt nog wel vandoor. Ja, 0 tot 100. Ik moet even remmen hier. Hoppakee, 4,2 seconden en een top met het AMG pack, drivers package erop. 280 km per uur. Maar ik zal je wat vertellen. Mercedes liegt. Ze liegen dat het gedrukt staat, want wij weten beter. Kijk maar even op deze foto. Was allemaal in Mexico. Guadalajara, here we come. Als je ooit wordt aangereden, dan hoop ik niet voor je dat dat door een Mercedes GLS is. Want kijk gewoon eens even die motorkap, hè, hoe hoog dat is. Ik denk, nou, 1,50 meter zo ongeveer. Dus elk kind gewoon wordt gewoon vermosseld hier in die eiersnijder. Want ja, het ding is gewoon groot, groot, groot. En kijk hier, 23 inch, hè, die krijg je er gewoon onder. Ja, alles is gewoon vet en overtreffende trap. En ja, misschien heb je het gezien.
geen keramische remmen overigens. Die zijn niet leverbaar op de GLS. Maar goed, remmen doet hij nog steeds wel. En kijk hier, ja, ik heb ze niet nodig met mijn 2 meter, maar echte treeplanken. Dus als je als nanny de kids van school haalt, ja, dan kun je natuurlijk hier wel met je naaldhakken staan. Want nanny zijn meestal geen 2 meter. Kijk, en hier aan de achterkant moet je kijken wat een ruimte natuurlijk in het bakbeest. Hier zijn natuurlijk alle 5e stoelen naar beneden geklapt en die kunnen natuurlijk ook wel weer ingeklapt worden. En dat ga je natuurlijk niet zelf doen, daarvoor zijn knopjes. Echt heel veel knopjes, want ja, je hoeft hier echt niks zelf met de handen te doen. Dat gaat allemaal automatisch. En ja, als je nou met een groepje van 3, 4 op de wintersport gaat, hè, is er nou een fijnere, comfortabelere en ruimere auto denkbaar dan dit? Denk het niet, hè? En als je het wel weet, schrijf maar even in de comments dan. In de categorie minst overbodige accessoires op deze auto, een camera die gewoon 360 graden rondom zicht geeft. Want ja, kijk, dat is zo nodig. Ik zei het al, die voorkant, je ziet bijna niks, omdat die motorkap zo hoog is. Maar hier, klik, camera's. Kun je dus alles perfect zien, voor, achter, zijkant. Ja, die heb je wel nodig. AMG, denk met u mee, ik zei het al. Hier schakelt hij gewoon, dat kan je hier met dat blauwe lampje zien. Hij heeft nu gewoon 4 cilinders uitgeschakeld, omdat ik heel rustig rijd. Dus ik rijd nu gewoon op 4 cilinders. Als een graasmaaiertje. Ja, en voordat je verder kijkt, abonneer op ons YouTube kanaal. Hè. Abonneer op Driver's Dream. Eventjes dat rode balkje aanklikken. Word friend van de brand. Like deze video ook even als je het leuk vindt. Want ja, laat we eerlijk zijn, Driver's Dream, dat is natuurlijk de GLS AMG onder de autokanalen. Moddervet. Driver's Dream, hè? Ik denk dat we gas moeten geven. Ja, die was al abonnee, hè? Kon je zien. Kijk, we zijn eventjes bij de KNVB. En ja, deze video die wordt natuurlijk opgenomen voor het Europees kampioenschap. En volgens mij is het Nederlands elftal nu hier aan het trainen. Even kijken of we nog een paar dikke voetballersauto's zien. De hekken staan ervoor, ze zijn aan het trainen. En ja, dit is wel een voetballersauto trouwens. Zullen we even een voorspelling doen? Nederland? Alweer in schoonheidssterf, hè? Kwartfinale. Kwartfinale eruit tegen Spanje. 2-1. Kijk, toch nog een voetballer gespot, denk ik. Een RS6. Ja, het zal wel Wijnaldum zijn. Jawel. Denk er wel. Gino, mooie auto, jongen. Als alles nou groot is aan deze auto, hè, ja, dan is de prijs dat natuurlijk ook. En ja, die wordt gewoon geschreven met een 2. Als je deze auto dus nieuw bestelt, dan ben je kwijt ruim 230.000 euro op Nederlands kenteken. En ja, dan kun je weer opties gaan aankrassen. Dus 2,5 ton, 260.000 euro, dat ben je altijd kwijt. Ja, dat is natuurlijk serieus veel geld. Maar als je nou toch kijkt, hè, naar de ruimte, naar de prestaties en ja, wat zo'n auto nu allemaal aan presence teweeg brengt, dan kun je ook denken, hè, de Bentayga, de Rolls Cullinan, ja, die kosten nog tonnen meer. Dus is dit dan het koopje van de week? Ja, dat blijft toch indrukwekkend. Ik bedoel, elke keer als je gas geeft, het hoort misschien niet zo bij die auto, maar het is en blijft een AMG. En wat gaat die er dan echt vandoor, hè? En hij geeft dan ook, hij staat natuurlijk nu in comfort, maar je draait even op die knop aan het stuur en dan staat hij in Sport Plus. Dan hoor je onmiddellijk natuurlijk die 8-cilinder weer brullen en dan krijg je gewoon die klappen uit die uitlaat. Ja, het is natuurlijk ook een beetje gekunsteld geluid, ik weet het, maar ja, dat klinkt gewoon goed. En dit is knap, hè. Dit is nou echt knap van Mercedes gedaan, want kijk eens eventjes. Ik trek hem toch wel echt even hard door deze best wel scherpe doorloper. En die draait bijna helemaal rond. En dat gaat echt makkelijk, dat gaat lichtvoetig. Qua besturing voelt hij ook helemaal niet wollig aan of zo. Je kunt hem wel precies zetten en ja, met zo'n kolos gewoon, ja, een soort mammoet op rolschaatsen die je dan wel precies weet te plaatsen. Het is niet dat hij alle kanten op zwiebert. En het is ook niet dat hij heel erg gaat overhellen. Ja, knap gedaan van Mercedes. Zo.
Zo! Nou, het bakbeest is weer terug bij Thijs Timmermans. Ik hoop dat je weer genoten hebt van de beelden van deze heerlijke GLS die je toch niet zo vaak in het straatbeeld ziet. Nou ja, like en abonneer op ons kanaal en dan zie ik je de volgende keer.